Een goedemiddag allemaal. Welkom bij de Knusse Knutselzondag. Mijn naam is Christine Saes en ik ben onafhankelijk stamping-up demonstratrice in Breda. Vandaag gaan we weer lekker aan de knutsel. Ik heb enkele zeer leuke projectjes meegenomen. Eerst en vooral gaan we een tombo-houdertje maken. Dat is een doosje waar we dus onze tombo-lijm in kunnen zetten. Zodanig dat als wij aan het knutselen zijn, dat wij altijd onze lijm gelijk bij de hand hebben. En dat die ook mooi gezakt is naar beneden, zodat we altijd kunnen doorlijmen. Dus dat is ons doosje. Ik heb hem hier in een variant, die heb ik gemaakt voor de tutorials die in oktober bij bestellingen meegestuurd werden bij mijn klantjes. En hier is hij gemaakt met de Freezing Fun set. Dat is een hele leuke winterset. Kun je ook heel leuke kerstkaarten mee maken. Maar vandaag ga ik hem niet met Freezing Fun maken. Maar ik ga hem maken met de Warm and Toasty set. Dat is een set die ik ontzettend leuk vind voor de kerstdagen. En ik dacht, nou, ik heb nog een klein aardigheidje nodig. Dus ik ga gewoon zo een doosje maken. Maar dan met een hertje erop. Dat hertje of die eland, die heb ik al ingekleurd en gestempeld. Dus wij gaan met dit hertje vandaag werken. En je ziet, dat is een super leuk afbeeldingje. Ik heb dat ingekleurd met de blends. Ik heb dat al vooraf gedaan, omdat ik wil natuurlijk op zondag dat ons knutselmomentje niet te heel lang duurt. Dus ik heb deze al voorbereid, maar het doosje en dergelijke, dat gaan we dus helemaal vanaf een A4'tje samen maken. Ik kijk even of dat ik goed online ben en of dat ik wel degelijk in de groep zit. Even kijken. Ik denk het wel. Het gaat altijd goed. Ja, zie je wel. Dat gaat prima. Dus we gaan gewoon verder. Ik heb dit al eens eerder gemaakt uiteraard. En daar dan een tutorial van gemaakt. Dus ik ga die tutorial ook vandaag gebruiken. Mensen die dit filmpje zien of die proberen mee te doen. En die denken van goh, het lijkt me toch nog ingewikkeld. Die kunnen mij een berichtje sturen. En dan stuur ik heel graag die pdf met alle afmetingen naar u door. Maar we gaan er gewoon aan beginnen. Dus omdat ik nu met het elandje ga werken. En ik wil daar van dat mooie papier bij gebruiken. En dat is onze Classic Christmas DSP 6x6. Dus dat is een heel mooi pakket papier. Omdat ik die vandaag wil gebruiken, heb ik natuurlijk ook mijn elandje en mijn papier of mijn kaartstok daarop afgesteld. Want ik ga met die rode variant werken, dat is de cherry cobbler kleur. Dus ik heb die ook gebruikt voor mijn doosje dan, zodanig dat het mooi bij elkaar past. Ik zal ook al heel even het kaartje laten zien dat we straks nog gaan maken. En dan zul je meteen begrijpen waarom ik die kleuren dus neem. Kijk, dit is het kaartje dat we zo meteen ook nog gaan maken. Dat is een Funfold kaart die je zo open doet. Daar kun je dan een kerstkaart van maken. Of je kan er ook gewoon een cadeaukaart tussen steken. Als je er een lipje op maakt, kan je die ertussenin bevestigen. Of met een gloedotje erin plakken. Dus je kan dat kaartje voor behoorlijk wat gebruiken. Ik gebruik ze ook in mijn schoonheidssalon als cadeaubon. Dus ik vond dat wel voor deze feestdagen leuk om daar mijn cadeaubonnen van te maken. Ook voor het stamping up of mijn hobbyhoekje. Als mensen workshops willen cadeau doen, gebruik ik deze dus ook nu met deze dagen. Dus dat is de reden waarom ik nu naar die cherry cobbler ga. Omdat ik dus alles bij elkaar wil mooi laten passen. En dat is het voordeel van stamping up. Dat als je met een bepaalde kleur wil werken, dat je daar dan ook het papier van hebt. En het DSP en de stiften of de blends. Dus dan kun je het allemaal heel mooi met elkaar combineren. Maar goed, we gaan er gewoon aan beginnen. Ik neem dus eerst en vooral een stuk A4 kaartstok. Ik ga mijn hertje heel even wegleggen. Even hier. Dan nemen we daarbij ons snijapparaat uiteraard. Want anders kunnen we niet snijden en rillen. Ik ga heel even plaats maken. Zo.
En we hebben een stuk kartstok nodig van 21 centimeter bij 15 centimeter. Dus ons kartstok is sowieso 21 en dan moeten we hem nu nog snijden op 15. Dus dat gaan we gelijk doen. Zo. Vervolgens gaan we rillen. Dus op de zijde waar... op deze korte zijde gaan we hem rillen op 5 en op 10 centimeter. Dus dat gaan we ook meteen doen. En we zorgen dat hij goed recht ligt. Zo. En dan zorgen dat we het rilmesje gebruiken en niet het snijmesje. Want ik ben vanmorgen ook al aan de knutsel geweest en ik had continu mijn snijmesje in plaats van mijn rilmesje. Dus daar moet ik even gewoon op letten. Dus op 5 en op 10 centimeter. Dan draaien we ons kaartstok om. En dan gaan we op de lange zijde gaan we hem rillen op 5 centimeter. Op 10 centimeter. Op 15. En op 20. Maar daar moet ik heel even mijn arm voor open doen. Zo. Want anders kan hij er niet op. En op 20. Zo. Dan mag ons snijapparaat even aan de kant. En dan gaan we ons kaartstok... inknippen en zorgen dat we daar een doosje kunnen van maken. Ik heb daar een tekening van gemaakt, dus ik ga die bij mij leggen, zodanig dat ik weet wat ik exact moet gaan doen. Dus nu gaan we dit gedeelte, we kunnen hem wel al plooien of vouwen, dan kunnen we beter onze snijlijnen zien of onze rillijnen. En dan weten we beter waar we dadelijk moeten gaan knippen. We hebben hier nog een kleintje, zo. Dus wat we nu wegknippen is eigenlijk heel eenvoudig. Dus we gaan het stuk zo voor ons nemen met het kleine centimeter gerilde gedeelte onderaan. En dan gaan we knippen. En dan knippen we dit stuk weg. En hier gaan we hetzelfde doen. Dus dat ga ik gelijk doen. Iedereen al stilaan in de kerstsfeer aan het komen, denk ik. Het is hier al ongelooflijk druk qua vuurwerk. Ik hoor hier al heel de dag vuurwerk knallen. Dus ik hou mijn hart al vast voor de eindejaarsfeesten. Even goed zien dat we goed knippen. Hoppa. Zo. Dan gaan we van dit kleine flapje gewoon heel even zo de hoekjes zo wegknippen. Zo. Vervolgens gaan we inknippen en dan gaan we hem zo vastnemen en gaan we deze stukken inknippen. Voilà. En hier gaan we dat ook doen. Gewoon tot aan die rillijn knippen we dat in. En hier ook. Zo. Kijk, en dan ga je zien als we dat dadelijk allemaal in elkaar plooien. Zo, zo, zo. En dit naar binnen. Kijk, zie je? Dan komen we al... bijna aan ons doosje. Dan gaat dit zo dicht dadelijk. En dan hebben we al een doosje. Maar nu moeten we nog een gat erin maken. En we willen hem natuurlijk ook nog leuk versieren. Dus we doen hem weer open. Zo. De bedoeling is dat we nu hier, dus
in het, ja, hoe ga ik dat nou uitleggen? In het middenste van deze zes gaan we dus een gaatje moeten maken. En het is de bedoeling dus, dat gat, hè, om daar onze tombo in te doen. Maar, vooraleer dat we dat gaan doen, gaan we hem eerst bekleden met ons DSP. Want als wij dit niet zouden bekleden nog, dan, ja, dan kunnen wij dat niet meer mooi centreren om dat gat daarin te krijgen, zowel op het DSP als in ons doosje. Dus we gaan hier alvast een stukje DSP plakken. En onze stukjes DSP die ik al gesneden heb, die zijn... Wacht, ik ga ze even nemen. Dat zijn deze. Nu, mijn echtgenoot die vond de diagonale lijntjes wel leuk, maar ik vind deze ook leuk. Maar... Kijk, als we deze hierop zo gaan zetten, dan valt hij een beetje weg. En als ik hem hier zo zet, dan valt hij net iets meer op. Denk ik. Zo, stil in mijn hoofd. Zo, kan het ook natuurlijk. Is ook mooi. Zullen we dan eens misschien tegen draads doen en het met de vierkantjes doen? Vind ik eigenlijk wel leuk. Nou, dan gaan we dat zo doen. We gaan eens niet luisteren. Of we zetten de diagonale langs deze kant. Dat kan ook. En van boven een vierkantje. We doen het. Dus ik weet niet of ik al gezegd had dat deze vierkantjes die we nodig hebben. Die zijn even spieken. 4,5 centimeter op 4,5 centimeter. En we hebben er zo 6 stuks nodig. En die kun je eenvoudig uit zo'n 6 bij 6 inch DSP. Kun je er... 2 van die doosjes uitmaken. Dus met een half vel heb je eigenlijk genoeg. Dus die gaan we dus ook er nu eerst op plegen. Maar ik doe alvast eerst deze. En de rest doe ik dadelijk als mijn doosje in elkaar steekt. Dus deze lijm ik op. Doe ik met een beetje tombo. Even kijken, want er zit nog een viesje aan mijn tombo. Zo. En ik heb gelijk plakhandjes. Ja... Hoort erbij. Zo. Even proberen hem te pakken zonder helemaal onder te zitten. Dus deze plakken we hier mooi op. We proberen hem een heel klein beetje recht te centreren. Zo. Laten we heel even drogen. En dan gaan we daar een gat in maken om die tombo erin te steken. En dat heb ik gedaan met onze stans uit de Tasteful Labels Dies. Dat is een stansenset met allemaal hele leuke labels. En ik heb daar dat rondje uit gebruikt. Ze zitten bij mij niet meer vast. Maar kijk, zie je, want er zitten allemaal hele leuke grote labels. Ook een vaandel. Nou ja. En echt een hele leuke set. En daar heb ik dat kleinste cirkeltje uitgebruikt. En waarom? Omdat die een beetje gekarteld is. En dat houdt dan die tombo net iets, ja, iets beter tegen. Zie je? Als je er min stopt. Nou, als je dat niet hebt. Dit dice of deze stans. Niet getreurd. Want met om het even welke rondje kun je dat eigenlijk maken. Als je een gekarteld standje hebt, is dat eigenlijk nog beter. Maar ook met een gewoon rondje kan dat perfect dienst doen. Je kan het ook met een pons doen, alhoewel dat ik niet denk dat je zo ver kan ponzen op die afstand. Maar dus met om het even welk cirkeltje, als het maar niet te groot is en ook niet te klein. Dus hè, deze is, ik ga eens even meten, even een lat proberen nemen of een meetlat. Nou, deze geeft een ronde van 2,5 centimeter ongeveer. Dus veel groter mag het niet zijn. Want anders ja, valt jouw tombo er helemaal in. En dat is ook niet, niet netjes. Dus nu ga ik dat eruit stansen. Dus ik ga heel even onder de Big Shot. Zo. En dan proberen we dat een beetje te centreren. Kijk. Voilà.
En mijn excuses dat ik dat op mijn tafeltje hiernaast doe. Maar als ik dat hier doe, dan trilt de camera. En dan zijn jullie gegarandeerd allemaal zeeziek. En dat willen we dus niet. Kijk, nu hebben we dat rondje eruit gestanst. Dit hou ik. Kan ik nog altijd wel eens gebruiken voor iets anders. Of dadelijk misschien als decoratie. Dat kan ook. Dus deze even opruimen. Nu, en het enige wat we nu nog moeten doen is ons doosje in elkaar zetten. Ik heb al die flappen eraan gelaten omdat ik dat stevig vind. Nu, kijk, we gaan dan eerst zo. Dan doen we deze. En die kunnen we alvast gaan plakken. Als we dat makkelijk vinden. Dus we gaan dat ook doen. Ik ga dat ook met Tombow doen. Je zou het ook eventueel met tear and tape kunnen doen. Maar ik doe het gewoon met een beetje Tombow. Dat. En dan proberen zorgen dat die netjes recht zit. Zo. En dat gaan we ook met deze doen. Zo. En dan heel even goed laten drogen. Zodanig dat hij niet helemaal weer verschuift. Zo. En dan is het aan jou de keuze. Dan kun je zelf een beetje zien hoe netjes je het hebt. Of dat het netter is als ze zo naar binnen gaan. Of dat het netter is als ze langs de buitenkant zit. Ik ga ze naar binnen doen. Kijk. En dan lijm ik die daar ook gewoon in vast. Dus ik pak weer wat Tombow. Ik ga eens even kijken. Zo. En wat zijn jullie vandaag allemaal aan het doen geweest? Hier is het op zondag altijd poetsdag. Dus dat hebben wij deze ochtend al gedaan. Even kijken. Zonder helemaal vast te zitten hopelijk. Zo. Nou, deze lijmen we mooi dicht. En deze ook. Zo. En dan hebben we nog dit flapje en dat gaat er zo in en dan kun je hem eigenlijk zo laten staan. Nu, als je dat graag wil, dan kun je hem dicht maken bij dat flapje. Dus dat je hier wel lijm aan doet en dat je hem dicht doet. Maar ik doe dat niet, omdat ik vrij vaak heb dat ik mijn dopje er niet vast genoeg op zit. En of dat ik hem er zo even snel en dan laat ik hem erin. En dan valt mijn dopje eraf en dan kan ik er niet meer bij. Dus ik laat dat onderkantje er eventjes nog los in zitten. Dan kan ik hem zelf er altijd uithalen. Nu gaan we hem nog verder aankleden. Dus ik ben benieuwd of dat ik nou allemaal van deze ga doen. Of dat ik toch die diagonale ga doen. Nou, ik ga het zo doen, denk ik. Of ik wissel hem af. Dat is ook leuk. Ja, ik doe het zo. Ik ga het afwisselen toe. En dat DSP is zo ontzettend leuk qua kleuren. Daar zitten echt drie prachtige kersttinten in. Dat is dan die Cherry Cobbler. Volgens mij ook Sahara Sand. En als ik mij niet vergis... Ja, de Shaded Spruce zit er ook nog in. Dus dat is die groene. Dat zijn echt hele leuke kersttinten. Zo. Eventjes alle vlakken erop. Even kijken. Ja, ik wil hem zo. Hoppa. En dan hier zou ik ze met die diagonaaltjes werken. Nou, dat vind ik een leuk idee. Dat gaan we doen. Je doet dan natuurlijk hoe je het zelf het mooiste vindt. Hè? Vind je nou dat het mooier is met overal hetzelfde
papiertje. Dan kan je gewoon overal het, ja, hetzelfde DSP'tje gebruiken. Dat heb ik trouwens bij het andere ook gedaan. En dan heb je, zie je, een heel uniform doosje met dezelfde DSP. Maar het lijkt me ook wel eens leuk om het eens anders te doen. Zo. Oeps. Even kijken. Hoe had ik hem nu zo? Nee, zo. Zo erop. Voilà. En uiteraard doe ik aan de onderkant dat flapje ook, want dat is toch altijd een stuk netter als hij helemaal beplakt is. Zo. En dan doen we deze er nog op. Doe hem dicht. Zo, dan is dit al klaar. En dan gaan we testen. En dan doet hij het. Nu gaan we hem nog heel even een beetje afwerken. Of een beetje decoratie opbrengen. Kijk, we zouden bijvoorbeeld nou dit rondje hier wel kunnen gebruiken. Dat is altijd wel leuk. En dan zo ons hertje erbij. Of ik doe het helemaal zonder een rondje. Even kijken. Dan doe ik gewoon een hertje. Ja, ik doe het gewoon zo. En ik ga er wel een heel klein beetje nog van een lintje of van dat touw achter doen. Ik ga een beetje van dat zilvertouw erachter doen. Dat is helaas retired. Dus dat is niet meer te bestellen. Maar ik heb er nog zoveel van. Dus ik gebruik het gewoon. Dan doe ik een heel klein beetje dadelijk lijm erop. Of seal. Ik ga deze eerst rond mijn vingers doen. Zo. Dan maken we daar een lusje mee. En we gebruiken best wat. Zo. Houden we hem vast. Knippen we hem af. Dan probeer ik hem hier in de midden te pakken. Zo. En dan hou ik hem heel even zo vast. Terwijl ik hier een heel klein beetje seal op doe. En dan kan ik hem er zo op plakken. Doe ik hem een beetje open. Zorg dat mijn doosje dicht blijft. Zo. En dan hang ik zo met dimensionals mijn hertje erop. Of mijn elandje. Of wat het ook is. Ik denk een eland eigenlijk. Maar ik noem het altijd een hertje. En nou moet ik even kijken. Oh, hier zijn ze. Dat is een paar. Even goed kijken waar ik ze moet gaan doen. Oh, mag overal. Dus. Zo hier. En hier. En hier. En aan het voetje wil ik ook nog een heel kleintje. Maar dan ga ik een stukje zo knippen. En dan plakken we die erop. Zorgen dat die er niet onderuit komt. Zo. Gaan we die frutseltjes eraf. Voilà. En dan plakken we hem mooi op ons doosje. Kijk, en dan hebben we een heel leuk cadeautje. En dan doe ik daar gewoon een nieuwe tombo in. En dat vind ik heel leuk om cadeau te geven samen met dat kaartje. Dus dat is projectje nummer 1. Dat is afgewerkt. Die ga ik heel even hier zetten. Dan ga ik wel heel even ook mijn werkoppervlak een beetje opruimen. Voor dadelijk mijn kaartje te maken. Voilà, ons kaartje. Ja, dat is wel een hele leuke, hè. Dit, die Funfold vind ik echt super leuk om te maken. En hij is ook super snel klaar. Dus ik heb ook al een hele hoop voorbereid.
Ik pak even de spulletjes erbij. Even goed kijken. Zo. Voilà. Alles voorbereid. Zodanig dat we meteen aan de slag kunnen gaan. Dus we hebben nodig onze basiskaartje in Sherry Cobbler. Dit zijn inchmaten. Dat is 4 1/4 inch op 5,5 inch. Ik zet de maten straks na de live ook nog even in de opmerkingen, zodanig dat jullie hem kunnen terugvinden. Of bij mijn YouTube film zet ik hem ook bij de opmerkingen. Dus dan kunnen jullie sowieso de maten terugzien. Dus dit is 4 1/4 inch op 5,5 inch. Dan hebben we nog nodig een stukje smoky slate heb ik genomen. En die is 4 inch, dus 4 inch, op 10,5 inch. Dus 4 op 10,5 inch. En die gaan we zo meteen rillen. Maar ik ga eerst ook de andere afmetingen geven. Dan hebben wij uiteraard weer ons velletje DSP nodig. Weer van dezelfde pakket. Dat is die Classic Christmas. Hebben wij daar weer een velletje uit. Ook in die Cherry Cobbler. En dan voor de binnenkant hebben we nog twee matjes nodig. Die heb ik in centimeters. Die is 9,5 bij 12,5. En een wit van 12 bij 9. Dus dan past dat heel mooi zo in elkaar. We gaan eraan beginnen aan onze rillen. Dus dit zijn nog een paar dingetjes die we ook nodig hebben, maar die zeg ik dadelijk wel. Anders wordt het misschien ineens te veel. Dus we gaan ons smoky slate kaartstok nemen. En dat gaan we rillen. En dat zijn heel rare afmetingen als je niet heel vaak met inches werkt. Maar ja, het zijn gewone afmetingen. Dus we hebben 2 5/8 gaan we hem rillen. Dus dat wil zeggen dat we op 2 5/8, dat is hier. Ja, daar gaan we op rillen. En ik ga eerst mijn snijmesje naar boven doen. Zo. Dus 2 5/8. En op 7 7/8. Dus moet ik hem heel even weer open doen. En 2 5/8, dat is ongeveer 8,7. Ja, zoiets. Ja. En dan gaan we hem op 7 7/8. En die staat dan hier. Ja. Zo. En dan maak ik ook heel vaak nog fouten mee hoor. Maar ja. Heel af en toe is het niet anders en komt het in inches, de projectjes. Zo, dus deze hebben we gerild en die gaan we nou dicht plooien. Dan ga ik even mijn vouwbeen erbij nemen nog. Zo, en dan deze. Zo, kijk en dan zie je dat die heel mooi tegen elkaar aankomen. Oké. Dan gaan we stempelen en daar hebben we voor nodig ons kleine sterretjes of sneeuwvlokjes uit de Warm & Toasty set. Dat zijn deze. En dan ga ik heel even een blok voornemen. En die was ik vergeten. Dus zo. Even kijken. Het kleinste blok is groot genoeg. En we gaan ton sur ton stempelen. Dat wil zeggen dat we in dezelfde kleur gaan stempelen als ons kaartstok. Dus we hebben smoky slate. Dus dan pakken wij heel even smoky slate. En die staat hier. Zo. En nu gaan wij deze flapjes mooi bestempelen. Dus dat gaan we even doen.
En ik draai ook een beetje met mijn stempel om een beetje ja, afwisseling te krijgen in het patroon. Je kan hem ook over elkaar zetten, zo. Dat hij toch een beetje lijkt alsof dat hij in elkaar loopt. Ook aan de zijkanten een beetje stempelen. Zo. En dan gaan we ook deze kant doen. Zo. En ik vind hem eigenlijk al goed zo. Misschien hier nog een klein stukje. Zo, ja. Goed. Deze mag heel even dicht weer. Dan nemen we de chamois. Dan kunnen we meteen ons stempeltje reinigen. Zo. Want ik heb behoorlijk goed in de inkt gedrukt, zie ik. Kijk. Helemaal als nieuw. Oké, dus deze kan weg. Dan gaan we eerst en vooral ons flapje maken. Dus dat is dat flapje dat zo komt. En dat gaan we wederom met ons snijapparaatje doen. En dat gaan we heel eenvoudig doen door ons papier diagonaal te snijden. Maar let op. Als u dadelijk gaat rillen, dan moet je wel rillen aan de kant die je niet gaat gebruiken. Dus ik ga hem ook gewoon zo leggen, dan kan ik geen fout maken. Dus ik ga hem met de puntjes in de snijvleuf leggen. En dan ga ik hem snijden. Ik ga ook mijn snijmesje in het midden beginnen. Want als ik van de hoek naar beneden ga, dan is het risico groot dat ik mijn hoeken beschadig. En dat is natuurlijk niet zo netjes. Dus nu hebben we ons papier in een diagonaal gesneden. En nu gaan we hem nog rillen op een halve inch. Dus dat is hier. Dat is een halve inch. Zo. Ik heel even mijn snijmes weg. Dan ga ik hem rillen. Zo. En dan kan deze ook weer weg. En nu gaan we dit al vouwen. Zo. En wat we nu gaan doen is, dit moet hierop komen. Maar we willen natuurlijk wel dat die netjes zo in de midden op die sluiting ligt. Dus dat die heel mooi gecentreerd is. Dus dan ligt die zo perfect. En dan draai ik hem om. Zo. En dan kan ik oftewel hier lijm op doen, of ik doe hier lijm op. Maar, ik moet wel kijken, want ik zie dat hij toch een beetje... Ik wil hem wel helemaal recht, hè. Even goed kijken. Dat hij mooi in de midden zit. Zo. Nee. Nou, Christine. Ik ga het anders doen. Ik ga het gewoon met mijn rechtshand zo doen. Kijk, zo zit hij mooi in de midden. Ja, dus nu ga ik hem omdraaien. Niks meer aan doen. En ik ga er gewoon seal op zetten. Nou, moet je wel open doen, hè, Christine? Dus komt er niks uit, hè? Dus nu gaan we hier een beetje seal tegenaan doen. Zo. En dan duwen we dat flapje er tegenaan. En dan zit hij goed. En dan gaan we die kleine stukjes die we nu hier te veel hebben, die knippen we ervan af. En dan kan je dat zo doen of zo, hoe je het zelf het makkelijkste vindt. Ik ga het zo eens doen en ik zal het ook eens anders doen. Dan zie je het verschil. Zo. En dan doe ik deze aan de andere kant. Zo. Kijk, dan is hij netjes geknipt. En dan zit hij goed. Dit mag weg. Dan gaan we ons
andere stukjes kaartstok erbij nemen. En ik heb hier ondertussen alles opengegooid. Dus ik weet niet hoe meer we dan de andere twee zijn. Ik ben goed bezig hè, vandaag. Nou, Christine. Even kijken. Oh, ik heb ze al. Hier zo. Ja. Dus deze, die komt nu hierop. En die gaan we mooi gecentreerd op dat basiskaartje doen. Dat doe ik met Tombow. Dan kan ik hem nog een beetje verschuiven als het nodig is. Zo. Ook nog een klein beetje aan het flapje. Zo. Nou, hier heb ik niks gedaan. Zo. En dan gaan we hem hier mooi opkleven. Zorgen dat hij ongeveer netjes zit. Maar dat ziet er goed uit volgens mij. Ja. Even de lijm zo doen. Nu, de binnenkant. Daar kunnen we, als je graag wil, een tekstje op doen. Of ja, ik heb hier Sharing the Christmas Cheer gedaan. Dus dat gaan we maar terug doen. En ik heb er ook nog een paar van die sterretjes opgestempeld. Dus dat gaan we doen. Ik pak even de tekst. Volgens mij is dat deze. Een blokje. Zo. Deze heb ik erop gezet met de Memento. En ik ga voor alle zekerheid om te kijken hoe recht mijn stempel is. Ja, dat valt goed mee. En dan ga ik hem hier ook recht proberen opzetten. Ik ga denk ik weer een beetje in beeld komen. Zo, prima. En dan gaan we uiteraard onze sterretjes erop stempelen. Ik maak eerst mijn stempelen proper. En volgens mij hadden jullie nu eventjes een aardbeving. Omdat ik te erg aan het trekken ben aan mijn chamois. Zo. Pakken we deze weer. En dan hebben we weer de Smoky Slate nodig. En die had ik nou net in mijn handen. Oh, hier is hij. Zo. En dan gaan we zo op ons witte gedeelte een paar van die leuke sterretjes nog stempelen. Ik wissel een beetje af. Ik probeer een beetje variatie te brengen, maar zo. En dan aan de onderkant ook een paar. Niet te gek veel, want we moeten wel plaats hebben om nog iets te schrijven natuurlijk. Zo, ik vind het prima zo. Voilà. Deze setten die waren uit eindejaars mini-catalogus. Dus ik weet niet als er mensen zijn die hem nog heel graag zouden willen. Ja, die kunnen hem nog steeds bestellen. Vanaf januari verdwijnen ze, sommige. Dus ik vermoed dat deze ook niet meegaat. Ik ben er niet 100% zeker van. Ik weet, er gaan sommige sets gaan mee naar de jaarcatalogus. En heel veel sets gaan niet mee. Dus mochten jullie deze nog heel graag willen, dan kunnen jullie hem nog steeds bestellen via een privéberichtje of via mijn e-mail. Maar mijn e-mail dat staat op mijn Facebookpagina, dus dat kunnen jullie daar terugvinden. Dus we gaan deze nu opplakken weer. Dat doen we hierop. Met weer een beetje Tombow.
Zo. Ik ben vandaag echt niet zo goed in het opnemen van mijn papier. Ik weet niet waarom. Mijn nagels zijn nogthans niet langer dan anders. Maar ze zijn niet zo scherp blijkbaar. Doordat ik mijn papier niet zo goed kan opnemen. Zie je? Ja. Even droog maken. Zo. En deze komt dan uiteraard hierin. Dat doen we ook met een beetje Tombow. Zo. Proberen hem weer mooi te centreren. Zoiets. Ja. Nou, dan gaat hij dicht. En dan gaan we de buitenkant nog heel even decoreren. En daar had ik uiteraard ook al de dingetjes voor klaargemaakt. Maar waar heb ik ze gelegd? Oh, hier zo. Dus ik heb weer zo'n hertje gemaakt. Ik heb deze trouwens ingekleurd met cinnamon cider. En de pootjes zijn in smoky slate. En het strikje, dat heb ik volgens mij verkeerd gedaan in Real Red. En er dan over gegaan met Cherry Cobbler. Om het op elkaar af te stemmen. Ja, zo heb ik het gedaan. En de oortjes, dat zijn die pink petal kleur. Heb ik daarvoor gebruikt. En ik zie dat ik op mijn andere heb ik allemaal witte stipjes gemaakt. Dus dat ga ik nu ook doen. Daarvoor heb ik onze chalkmarker. Ik ga het pakken. Moet ik even op mijn tippen gaan staan. Zo, onze chalkmarker. Dat is een stift dat wit schrijft. Dus dat kun je gewoon heel leuk allemaal van die puntjes zo mee maken. En je ziet, hij doet niet meteen van de eerste keer heel echt felle punten. Dus als je graag wil, dan moet je er gewoon nog even over gaan. Zo, maar ik vind, het moet ook niet te wit zijn. Dus dit vind ik al goed genoeg zo. Dan, deze heb ik uitgeponst met de 2-inch cirkelpons. En dit is een pons die helaas ook niet meer te verkrijgen is. Die is ook retired. Dat is die Sparkle Spons. Pons, geen spons. Sponsen, daar kuisen we mee of poetsen we mee. Maar een pons. Dus, maar deze is ook retired. Maar kan je ook vervangen door een of andere dies. We hebben dies zat in die vormen. Dus dat heb ik zo gedaan in de smoky slate. En dan een stukje vellum. Deze plak ik op elkaar. Even een Tombow nemen. Heel klein rondje zo. En dan zie ik hier een klein uitsteekseltje. Ja, zo. En dan proberen we dat mooi te plakken. Dat net die tandjes daar een beetje van achter komen. En dan gaan we wederom dadelijk zo een hoopje van dat zilvertouw nemen. Ik maak hem nu wel heel groot, dus ik probeer mijn vingers een beetje open te houden als ik hem maak. Maar ik moet hem wel vasthouden, want anders kijk, ik doe er best veel op. Zo. En deze knip ik af. Ik ga eens proberen met mijn links. Ja, dat lukt. Dus deze pak ik bij elkaar, zo, en dan trek ik hem een beetje open. Want ik wil natuurlijk wel dat hij dadelijk van achter mijn rondje komt. Zo. Dan doen we dit even dicht. En dan ga ik hier weer een heel klein beetje seal aanbrengen. Als hij wil. Even kijken, hij zal... Oh nee, hij is niet op. Zo. Die plakken we zo er weer op. En dan proberen we dat een beetje
schwung te geven, dat er overal een beetje van die metalen draadjes zitten. En ik vind hem nou echt niet mooi. Dus ik maak hem een beetje los. Ik vind dat hij hier veel te hard bij elkaar zit. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Ik vind hem niet mooi. Sorry hoor. Ik neem gewoon een ander stuk, want anders gaan we te lang prutsen. Nou, beginnen we gewoon opnieuw. Zo. En dan nemen we hem hier in de midden. Hoppa. En dan plakken we hem meteen op. En dan zit hier iets tussen, wat dat er niet hoort. Een dimensional. Zo. Kijk, dat is beter. Daar kan ik mee leven. Deze nog een beetje zo. Hoppa. Goed. Dan gaan we dat rondje erbovenaan doen. En dan heb ik wederom met een beetje Tombo gedaan. Ja. Soms lukt dat in één keer met die draadjes. En soms heb ik er een knoop in. En dan denk ik, hoe heb je het in godsnaam klaar gekregen? Maar goed, kijk. Tweede poging, dat lukt dan toch. Zo. Deze er mooi op. En dan hebben we ons hertje. En die ga ik er weer met dimensionals op zetten. Ik ga deze hier even zo uit de weg. Dus die kunnen we netjes weer een paar dimensionals erop. En op zijn pootje wil ik er ook wel eentje. Dus dan wil ik heel even een stukje knippen. Ik denk dat dat te groot is, maar we zullen het meemaken. Ik doe het gewoon zo. Kijk. Prima. Je ziet het niet. Hoppa. Wat is het rustig hè, op zondag. Behalve dan die vuurwerk knallen, maar voor de rest hoor je bijna niets. Kijk, deze plakken we heel mooi hier. En ik wil hem ongeveer zo. Hoppa. Nou, dan is dit kaartje ook alweer klaar. En dan zie je natuurlijk wel dat dat heel erg leuk is om cadeau te geven. Dus dan heb je zo'n kaartje. En dan heb je dit doosje. Zie je? Die passen perfect bij elkaar. Ik vind wel, als die ene stipjes heeft, dan moet de andere het ook hebben. Dus die krijgt van mij ook een paar stippen. Zo. Dan is het van dezelfde soort. Huppatee. Klaar. Nou, dat is een superleuk cadeautje om te geven, lijkt mij. Een flesje, een nieuw flesje Tombo erin. Een heel leuk cellofaan papiertje eronder met een labeltje. En dan kun je dat weer cadeau geven. Nou, dit waren alvast de projectjes voor vandaag. Voor volgende week heb ik een hele leuke laatste kerstkaart weer. En volgende week gaan we deze maken. Dat is een kerstpak of een kerstmankaart. Daar kan je een cadeaukaart van maken, maar je kan het ook zonder dit gedeelte doen. En dan heb je een gewoon heel leuke kerstkaart. Dus die gaan we volgende week nog doen. Deze zal ook weer op zondag om 3 uur zijn. En vanaf 2021 gaat de knutselzondag naar een andere dag verschuiven. Maar dat zet ik dan wel weer in een berichtje op mijn Facebookpagina. Deze in elk geval doen we volgende week. En voor vandaag rest mij nog jullie een hele fijne namiddag te wensen. En ik zie jullie heel graag volgende week terug. Dag!